Bestuurders die hun rijbewijs hebben verlengd of kwijt zijn geraakt, mogen geen strookje krijgen van de afdeling rijbewijzen als bewijs dat zij in afwachting zijn op hun nieuw rijbewijs. Eerder deze week zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie nog deze week met de korpschef over deze kwestie te hebben gesproken en er toen harde afspraken zijn gemaakt. Maar die mensen moeten een rijbewijs krijgen. De oplossing die we nu hebben is het verstrekken van de zogenaamde blauwe rijbewijzen. Dus op dat kompas gaan we voorlopig varen. Maar dat wil niet zeggen dat we ook niet de e-rijbewijzen willen uitgeven. Het kan zijn dat er wat kleine probleempjes daarmee zijn, uitdagingen. Maar die worden opgelost. En ik heb aangegeven dat ik helemaal geen strookjes. Ik wil niet horen dat mensen strookjes krijgen, maar die mensen moeten een rijbewijs krijgen. De oplossing die we nu hebben is het verstrekken van de zogenaamde blauwe rijbewijzen. Amoxie geeft verder aan dat het aan de autoriteiten ligt om een oplossing te zoeken en mensen te voorzien van een rijbewijs als er een tekort is aan materiaal. Het strookje dat gewoonlijk gegeven werd aan bestuurders is geen rijbewijs en moet dus niet verstrekt worden.